gekregen dat het niet zo denderend loopt. De voorgangers van ons hadden 2 vissen een week met z'n tweeën. Hey mannen, waar zijn jullie? Slaapdag. Koek koek. Zo. Dat is de helft van de spullen tot nu toe. Nou, dag 1 was helaas kansloos. Vingen we alle 4 niks. Dag 2 wist ik na 3 keer verkasten met de boot. Wist ik uiteindelijk toch een vis van 18 kilo te vangen op stek 1. Weliswaar op een andere manier vissende vanaf stek 1, namelijk vanuit de boot. Waardoor ik gewoon een afstand van 50 meter kon overbruggen. Wat wel een voordeel had, waardoor ik gewoon heel snel bij de vis was. Jongens, met een mooie vis, die is wel 15 kilo. Zeker. Tijdens mijn derde nacht begon het eindelijk te lopen. Ik had een voerplaats gemaakt op dag 1 en op 2. En vervolgens ving ik in 1 nacht 4 vissen. En verspeelde er zelfs nog 1. El Maestro! Visje! Kijk eens hier, ouwe. Wat een bak, ouwe. Hier, even een hengeltje aan de zijkant gelegd. Knallen! Nou, gelukkig waren mijn maten ook klaar met mijn blanken en wisten een paar mooie vissen te vangen. Nou, op dag 4 wist ik nog een paar mooie vissen te vangen. Bijzonder genoeg had ik het vandaag met de eigenaar erover dat er maar weinig grote schubs rond zwemmen. We gaan filmen. Dit is echt ziekelijk. Dit is echt zo ziekelijk.
een monster, hé. Ik moet zeggen dat je moet je niet moe van de vis, hè. Gigantisch, ja. Wow. 30. 31 kilo. 31 en een beetje. Minder zak. Dus gewoon 29 kilo of zo. Danny. Ja. Ga je mee naar Frankrijk? Ja, dat is goed. Kijk, ouwe. Kijk hoe hoog die vis is. Kijk, wat ziekelijk, ouwe. Jongens, dit zo ziet 29 kilo eruit. Vette gissel. Zo Danny, oh. Wat is gebeurd? Ja. 29 kilo schoon aan de haak. Yes. Fucking mond. Oh my god. What a vis. Ah, nu zie ik wat dit doet. Ik ben een video maken. Ook oh, goed, van 29 kilo mag dat. What the fuck, gewoon jongens. Kijk eens wat een bak. Ja, deze week wisten wij dus in totaliteit 20 vissen te vangen. Waarvan 1,29,3, 220 kilo plus. Heel veel dertigers en ja, allemaal stuk voor stuk even mooi. Een beetje autopech hier en daar. Maar niks wat Danny niet goed kon maken met eten. Ja, we hebben echt mega lekker gegeten deze week. Dus nou, we hebben echt niks te klagen gehad. Dikke vissen gevangen. Hoppata! Wow, heerlijk. Nou, geslaagde week. Net als afsluiter nog even 21 kilo. Ja, toch. Fantastisch water. Echt met plezier gezeten de hele week. Halverwege waren we een beetje bezorgd dat we misschien niks gingen vangen, want het liep niet echt. Maar uiteindelijk hebben we de code toch weer weten te kraken. Ja, voor degenen die na ons komen. Ja, het water leent zich gewoon echt heel goed om particles te gebruiken om te vissen. Boilies lijken ze toch wel een beetje moeite mee te hebben. Ik merkte dat op het moment dat je veel voert met boilies, dan zitten ze vaak niet meer op de plaats. Terwijl als je met hennep, tijgenoten dergelijke voert, zie je gewoon echt dat de beten gewoon toenemen.